je leert hier eigenlijk elke dag nog wel wat nieuws bij. Want ook in de verslavingszorg zijn er continu nieuwe ontwikkelingen gaande. En ja, het is gewoon heel erg leuk om daaraan mee te werken. En dan gaat dit je kamer worden. Ik ben Fanny, ik ben 29 jaar. Ik werk op de HCD en ik werk als verpleegkundige. Voor welke middelen kom je? Cocaïne, heroïne. Als een cliënt hier opgenomen wordt voor een detox. En benzodiazepine. Dan ben je vooral bezig met observeren van hoe gaat het met de cliënt lichamelijk, maar ook psychisch. En nou, lichamelijk neem je controles af. Nou, je temperatuur is 36,3. Netjes. Kijk je of een cliënt ontwennend is. Per middel wordt gekeken wat voor medicatie wordt voorgeschreven om die ontwenning wat minder te maken. Dus in samenspraak met de arts ga je dan kijken wat je cliënt kunt bieden op dat moment. Zijn lithium is vannacht besteld. Die zit in de kist van vanmiddag. Dus die moet hier dan vanavond om 10 uur toch nog even eruit gepakt worden. Ja. Verder nemen we ook urinecontroles af om te kijken of er lichamelijke mankementen zijn, maar ook of er drugs gebruikt is of alcohol gebruikt is tijdens een opname. Maar mijn beeld van een verslaafde was dan dat het eigenlijk een beetje eigen schuld was. Daar ben ik wel anders naar gaan kijken, omdat je toch hier ook wel de mens achter de verslaving ziet. En dat een verslaving vaak heel veel factoren heeft of oorzaken. Nou, je moet het ook echt zien als een ziekte, als een chronische ziekte. Ik vond het in het begin heel erg lastig dat je dus niet iedereen kan helpen om zeg maar, van zijn hele verslaving af te komen. Maar dat je ze zeg maar, op dat moment dat ze bij ons in de detox zitten, even een klein stukje veiligheid kan bieden. En hopelijk wat handvaten kan meegeven om toch weer zo lang mogelijk van die middelen af te blijven. Ja, daar doe je het eigenlijk wel voor. Lijkt het jou ook leuk om hier te komen werken? Kijk op onze website voor de vacatures.